Dames en heren, welkom bij deze speciale aflevering waar we met crewleden de surprises gaan uitpakken en jullie dus ook uiteindelijk de surprises kunnen bezoeken in januari zelfs nog. En we gaan hier eens even kijken, want hier heb ik allemaal loodjes. Maar we gaan eerst beginnen met mijn surprise. Want ik heb namelijk een surprise voor iemand gemaakt. En als we allemaal naar achter lopen, dan gaan we naar het gebouw waarvoor die is bestemd. We gaan nu door de main street van iedereen die elke crewlid heeft iets gemaakt voor een ander crewlid. En we staan hier voor het gebouw. En ik heb iemand uit de cadeau getrokken. En dat is namelijk iemand waarvan ik hier een briefje heb in mijn handen. En dat is, jongens en meisjes, een stroomgeroffel, want mijn surprise gaat naar Giovanni! Oh. Ja. En ik had het één keer verklapt dat ik hem had, dat ik zei van, ja, ik zei in de teamspeak een keer van, ja, want ik ben bezig voor Giovanni. Ik dacht, kut. Dat had ik niet moeten zeggen. Was er niet bij, of wel? Nee, je was er niet bij. Oh, en toen zei ik, jongens, oké, jullie hebben het gehoord, ik ga een ander loodje trekken, maar dat heb ik nooit gedaan. Dus ik heb gewoon een soort van gelogen. Oh, mooi. Oh. Heb ik één keer verklapt, ja. En Gio, ik wil jou vragen, wil jij hier op deze bel gaan rinkelen? Op de button hier. Klik er maar op. Ja? Klik maar, ja. Wat gebeurt er? Gebeurt er iets? Nee. Nee, dan gaan we het anders proberen, want we moeten toch binnen in het huis komen, toch? Ik zou kloppen, want de beeld doet het niet. Ja. Ja, ik vraag jou om hier door die deur te gaan, maar dan even met je kompas dat het niet iedereen erin komt, weet je wel. En alle crewleden vraag ik dan ook of ze dan hem willen volgen dadelijk. Maar laat hem eerst zelf als eerste gaan, want er is namelijk een button waar hij overheen gaat dadelijk hier. En dan gaat er iets gebeuren en dan ga je verder lopen, ja? Oké, ga maar. Oké, we gaan met Gio het samen de surprise doen. Oké, we gaan naar boven. Ja, en het is, een funhuis geworden, ja. Oh god. En je kunt door de deur, maar maak hem niet kapot de deur. Alleen even crewleden, want anders wordt het echt een chaos. Want we hebben 63 man in de server. En we lopen nu een trap op, heel lastig. Oké. We zijn helemaal blindness gemaakt. Helemaal Gio ziet helemaal niks. We gaan door. Hallo. Ja, kijk het raam. Appie. Oh, kijk die aap hier. staat te gluren hoor. En hij weet niet wat er gaat gebeuren, Gio. Hij denkt van elk moment gaat er iets gebeuren. Er is een kist in. Ja, en daar staat jouw naampje in. Jouw... Oh. Kijk. Leuk, hè? Nice. En dan gaat door. Pleet, hij volgt de pijltjes. Ik wil eigenlijk die kant op. Ja, sorry, dat moet echt naar links. Oké. Ja. En als het goed is, word je geheeld en mag je dat blokje wegslaan voor je. Die twee blokjes. Ja. Och. En druk op de pleet. Wat leuk. Wat leuk gedaan. Is het leuk? Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is nog niet af. Kom maar mee. Oh god. Kom maar over die plate heen lopen. Oh, we gaan ondergrond. Yes. Oh mijn god. Lezen! Waar moet ik beginnen? Doe maar de middelste. Hier. Deze? Hier. Beste Giovanni. Een super fijne kerst en nog een gelukkig nieuwjaar. Dat je maar veel jaren mag leven in een gezonde toestand. Fijn om je te kennen in het echt. Doeg! Groetjes, Vincent. Er staat nog een heel, heel emotioneel verhaal hier aan de linkerkant. Misschien lijkt het ook leuk om even voor te lezen. Oké. Peper Celie. Peper en Celie zaten in de boom te peperen. Toen kwam Zoutvaatje en hij zei zo van peper. Ja, ik wil niet flauw doen. Oké, ik snap het, zei Celie. En toen begon Zout te huilen en Peper zei van hachoe, Zout was vervaagd. Wat? Echt een heel emotioneel verhaal en met passie geschreven. Ik moet bijna huilen. Ja, daarom. En dan hebben we hier nog ik mis Zout, appelsap is lekker met witte tip van kokrap. Kokrap? Rap. Oh, rap. En hier, kijk hier nog, één bordje nog, hier zo achter de bordje. Ik hou van knokkenworst, ja, kan ook niet anders. Ik vind het echt heel erg leuk. Kan ik het cadeau openmaken voor de mensen? Ja, vind ik ook. Graag gedaan. Super de boer. Mag ik dit weghalen, want die houten pleet kunnen mensen niet openen. Reclame. Super leuk. Ja, mensen kunnen de dingen gaan bezoeken. Oh ja, hier zo. Wow! Ik moet allemaal naar binnen. Zo kunnen ze ook naar binnen, inderdaad. Oh. Ze zijn allemaal aan het kijken. Wat loeren. Allemaal loeries. En dan moet ik helaas afscheid nemen. Jammer. Want ik ga boodschapjes doen. Want Gio, jij kan niet jouw surprise aan... Nee. Okay,
Mijn grote vriend is er niet. Oké, nou dan gaan we dat wel nog laten zien in een aparte video. Dus komt helemaal komt goed. Nog, ja. Komt zeker weer naar gaan we doen. Boodschappen en nou, je kan gelukkig leuk boodschappen doen, hoop ik. Dat en op het dak staan natuurlijk ook prachtige gebouwen. Ja. Een kerstman en een cadeautje. En een mannetje. Doei doei. Doei doeg. Doei doei. Doei doei. Ja, dan gaan we even, Gio moest even tempo maken. Daarom wist ik, Gio wist niet dat ik in hem had getrokken. Dus hij dacht van, waarom gaan we nu dit zo doen? Dus hij dacht van, waarom zeg ik nou van, we gaan beginnen met surprise. Dus, nou, ik ga hier dus, in dit cadeau ga ik een papiertje pakken. En daar staat een naam op. En die gaan we als eerste even kijken hoor. Oh, het is Vincent, het is mezelf. Wat toevallig. Ja. Ja, ik heb hem al gegeven. Toevallig. We gaan nog een keer. En ik krijg Erik. Maar Erik is er niet. Oh. Nee, ja, dus we gaan door. Ja, het is jammer. De volgende is van Robin Dejavu. Oh, kijk, hij is klaar. Ja. Oh, spannend. Ja, want we gaan naar jouw gebouw toe lopen. En wat was dat ook alweer, jouw gebouw? Was dat, waar zat hij ook alweer? Hier zo, met dat grote pompoenhoofd. Dat je weet dat ik aan de pompoenhoofd. Oh ja, tuurlijk. Dus even zoeken, hè? Hier het pompoenhoofd. En nou, dat is natuurlijk het grote moment. Voor wie heb jij je surprise gemaakt? Dan kom maar binnen, diegene gaat het zelf lezen. Oh, dus ja. Alleen de crew. Alleen crew naar binnen. Even naar binnen. Oké. Dus waar is binnen? Bij de deur. Bij de witte deur, denk ik. Ja. Oh, dan wat een drukte hier. Oké, ik zie hier een karretje lopen. Karretje. Beste dino's. Nou, dan denk ik dat hij al weet wie het is. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Is die voor een dino hier? Ze gaan ja! Is deze voor deze dino? Ik ga iets harder zetten, Leroy, want ze kunnen jou dan... Oh. Ja? Je staat al zo hard, Leroy. Oh. Ja. Dan ben ik hard geschreeuwd. Zal ik het gedicht voorlezen? Ja. Beste Dino, ook al ben je soms wel ontzettend streng voor ons... en we doen in jouw ogen soms wel eens ontzettend stoms. Zijn we alsnog ontzettend blij met jou... dus ik start je surprise nu maar gauw. Oké, jongens, even niet. Ga maar in een karretje zitten. Oké. Welkom in. Ja. Wat is voorin? Dit is vooraan. Ja. Welkom in Goes. Oh. Zit ik vooraan? Ja. Dan doe ik hem even terug en even laten staan. Ja? Ja? Oh, ik ben benieuwd, jongens. Oh, Spannend. Nee, jongen, wacht even, Rowie. Nee, wacht even. Cameraman, krijg voorrang. Wacht. Nee, wij willen geen stiekertje, ik doe er Goes. Nog twee karretjes achteraan. Rendier, jij moet vooraan lopen. Jij moet Rendier, moet je het karretje aantrekken. Ja, je moet... Ja, je moet vooraan lopen, Rowie. Wel maar voor. Zijn jullie klaar? Nee. Nee, ik ga twee karretjes. Moet je gauw instappen. Twee karretjes achter. Oh, we gaan! Nee, we gaan! Oh. Oh. Ah, man. Dat is trappen, jongens. Prutsysteem. Ja? Oh. Gaan we? Huh? Ja? Ja? Ja, oh! Nee. Oh. Ja. Ja! Ja, gaan we! Ja! Ja. Beter bier! Bier! Beter bier! Oh nee, Tina! Oh, we gaan er nog een scène! Oh, oh. Bier is request, Goes! Oh, wat gaaf! Het ging daar omhoog! School. Fijne kerstdagen, dus spetter een nieuwjaar! Oh, ja, is het te hard. Je moet er even doorheen lopen. Oh, ja, gewoon bordjes doorheen lopen. Gemist. Heb ik echt dat bordjes gemist? Ja. Nee, terug. Heb ik deze karretje terug? Kom. Best wat vandaag. Hoe word ik een dino? Ja, hoe word ik een dino? En kijk, wie is er vandaag live? Ja, ik. Oh. Ik ben leuk. Hallo, hallo, hallo. Shotten. Dat moet daar Goes komen. Waarom steek ik vast, jongens? Waarom kan ik hier niet door? Zit er vast. Ik kan er niet door. Nee, ik moet dan dat was ik vergeten weg te slaan, sorry. Oh. Ik kan er nog niet doorheen. Oh. Nee. Ik wel, ik ga door. Ja. Nee, ik kan er niet doorheen. Dino. Oh, de spijs is het leeg hier. Kijk op die tong. Oh, echt waar? Zijn ja, die leeg? Het leeg? Dat was ja. Niet de bedoeling. Oh. Wacht, ik doe er een speciale... Oh, wat zonde. Ik doe er een dino-pijlen in. Er zitten dino-pijlen in. Ja? Oké. Maar wat een leuke mensen kunnen attractie. Nu gewoon in een... Ik heb een dark ride gemaakt hier in plaats van. Fantastisch, leuk. Echt leuk. Ja. Origineel ook. Super. Er zitten hier ook nog twee dispensers bij de bier. Oh, waarom zullen zijn die leeg? Zullen we de mensen even laten komen? Ik zei dat, doe er 64 stacks in. Hoppakee. Ja, heb ik gedaan. Oké. Okay. Laufen! Laufen allemaal, ja. En dan gaan ze opsluiten in je cadeautje, ik let op. Ja. Want we moeten niet blijven lopen. Dan gaan we gauw naar de volgende. Ja, ja maar lekker lopen, jongens. Ja, dan moet iedereen doorheen lopen, jongens. Dan kan ik niks plaatsen. Ja, weg. Niet om doorheen lopen, weg! Opzouten! Ja, dan ruimen we allemaal snel uit. Nou, het is zonde, laat ze doen.
Laat okay. ze lekker lopen, ja, joh. Ja, is goed. Oké, okay, ik ga het volgende kaartje trekken. Shot. Helemaal naar het begin. Bedankt, Robin. Bedankt. Dag, leuk, dag. Superleuk. Ik vond het ook leuk om te zien, joh. Het volgende kaartje is van... Robben! Is Robben er? Nee! Nee! Oh. Robben is er niet. We gaan naar het volgende kaartje. Die is van... Tim! Hoi. En Tim is Hoi. Er. Ik ben er, maar mijn mannetje is er niet. Dus... Jouw mannetje is er niet. Jouw mannetje nee. is er niet. Oma's aan de top. Ja. De mannetjes zijn op. Ja. Ga ik even... ja, dit moet ik even hierin gooien. Dan gaan we het volgende kaartje trekken en die is van... Ik kon het niet zien. Pieter. Die is ook nee, oh, niet. Die hebben we al geweest. Die is ook oh. Echt, even kijken. Ook niet. Was dat de goeie? Ja. Het volgende kaartje is van... Kevin. Kevin is er ook niet. Ook al, nou, jongens. Het wordt een korte aflevering zo. Volgende kaartje ja. is van... Iemand heeft hem... Iemand van de crew heeft hem opgepakt, voor mij, of niet? Zat er iemand ik heb in de buurt? Ik heb okay. Rovi heb ik! Ja! Yeah. Yeah. Rovi is er! Nou, mijn mannetje is er! Rovi, we gaan naar jou lopen. Rovi is dat? Oh, hier! Ja, mijne! Hier bouwt Rovi shot. Ik, kunnen we met de kompas er doorheen, Rovi? Of moet er iemand... Ja, dat kan. Oké. Okay. Bij mij was het zo dat er één crewlid eerst mocht. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik ga wachten. Kom maar. Ja, er staat al een... Deze surprise is voor een speciale Belg. Oh, dat mag ik niet lezen natuurlijk. Oh, sorry. Zeg eerst van wie die is, dan kan diegene het zelf voorlezen misschien. Nou. Oh, wie? Jens. Hoi. Deze is voor Jens. Deze surprise is voor een speciale Belg. Veel mensen vinden deze jongen heel gezellig. Hij is trots op zijn land zoals je nu ziet. En hij zegt geen nee tegen een zak friet. Veel Sinterherts krijgt onze Jens een groot cadeau. Dit is veel leuker dan een avocado. Kusjes van Centerhert. Dank wel. Wat leuk. Wauw. Ik kan ook wel. Oh, kijk die. Kijk die. Oh, shit. Ik ben Jen. Hey, poep. Jens gaat gelijk van de glijbaan. En zijn glijbaan? Oh, dat is vuurwerk. Ja, ik heb een glijbaan. Waar ze? Mis ik nou de glijbaan? Wow. Ik oh, je kan niet zijn benen! Zo. Oh, oh. Wat kan je daar doen? Nou ja, dus ze zijn benen kijken, denk ik. Ja. Het is ingewanden, het is allemaal Jens-hoofdjes. Wat bedoel je? Waar komt de server lekker? Ik zie dat wel. Ja. Nou, dat is een TPS. En wat is dit dan? Carpet! Hij friet aan het eten. Oh, kijk, daar heeft hij een vorkje in zijn hand, ja! Lief. Ik vind het echt schattig. In zo'n klein rothokje, hè? Volgende surprises doen we gewoon 3 keer, 4 keer zo'n groter hok. Ja, maar dan ook wat meer tijd om te bouwen. Ja, is goed. Ah, joh. Joh, als jij één plaatje, één blokje per dag bouwt. Ja. Oh. Oké. Okay. Echt, verder doe ik helemaal niks aan. Zullen we de mensen binnen laten? Nee, kom goed. Kom goed. Oké, okay, laat ze maar binnen, de crew. Ja. Stormloop. Stormbaan. Stormbaan. Waar gaan we weer uit? Alle koesjes gaan kijken. Ik ga het volgende kaartje pakken te hun allemaal stiekem. Heel leuk. Jens, ben je er blij mee? Ja, super. Tof. We gaan naar de volgende. Dat is Jens! Nou, toevallig. Nice. Ja. Oh. Jens, we gaan naar jouw cabine lopen. Naar jouw bunker. En ik ben benieuwd. Is jouw mannetje er, Jens? Ja, die is er, ja. Oh, dan ben ik benieuwd. Want ik weet nog niet wie mij heeft natuurlijk. Ik word er ook verrast. Maar ik word eigenlijk elke keer verrast door jullie surprises. Ik zie het, Jens. Dit is van Jens, dat is het tijgertjeskindertje. En er staat bij, van Jens, voor wie nu weer? Eerst kloppen, want de bel doet niet. Wie moet er kloppen? Ik zal daar wel kloppen, denk ik. Oh. Moeten we eerst kijken, je surprise, of vertel je voor wie die is eerst? Dus voor Tim. Tim! Oh, Tim! En mag Tim alleen naar binnen? Of? Ik heb geen kompas. Oh, dan TP ik. Ik TP je dan. Ja, TP Tim maar even. TP hier. Omaatje. Oké, daar kom je. Veel plezier. Ik laat Tim eerst gaan hoor. Ik laat eerst Tim gaan. Ik ben niet. Ik ga TP wel. TP hier. Oh, je hebt TP uitgezet. Och. Ja, ik heb het uitstaan. Important. Timland. Tim, vertel. Moet hij wat lezen? Wat moet hij doen? Stambordjes hierachter. Stambordjes. Ja, gaat lezen. Ik volg jou. Oh, hiervoor. Sta, in het begin. Oh, in het begin. Helemaal op het begin. Ja, jij moet wel voorlezen. Robin, wij moeten weg hier. Ja. Vertel het, Tim. Happy 2011, 2015.
Ja? Dan gaan we door. Beste Tim, omdat je dit jaar heel stout geweest bent, heb ik toch nog iets gemaakt voor je. Zalig kerstfeest. Oh. Dank. Gaan lopen, Tim. Ga zien. Ja, ik ga lopen. Wat is je cadeau? Een heel groot. Timland, wauw. Wat leuk gedaan. Oh, kijk nou. Wat ben jij? Kijk. Op die plate staan. Wow. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Weet het niet. Ga eens van de plate naar op de plate. Want anders... Oh, daar is ook licht. Oh, 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 die... oh wauw, diamanten blokken. Ja. Volgens mij moet je niet blijven staan erop. Ja. Gewoon eens op en af. Dan blijf het staan, hè? Mag ik even eraf? Nee, Tim, je mag er niet blijven op staan. Nee, één keer. Oh, één keer. Ik ga eraf. Gewoon één keer nu erop en dan eraf, ja. Leuk. Oh, en een grote zelfportret van mij. Ik ben een kerstmuts. Ja. Ja? Dat is past, hè, zo'n klein boek. Ja. Wauw. Echt knap, hoor. Dat is echt knap. Leuk versierd. Ook de ijsperels aan het plafond. Ja. En hier staat oma ook. En hier nog een plate hier. Doet hij nog wat? Nee, dat is voor de versiering. Oh, chante. Gaaf. Heel leuk gedaan, hè. Ja. Echt, hè? Heel vet. Mooi gedaan. Ook die, dat plafond zo. Alsof het van die, die balken lijken, joh. Super chante. Zijn balken? Ja. Okay, ik ga hem openen voor het publiek. Allemaal naar binnen. Oh, wat binnen. Oh, wow, wow. Zo. Oh. Lukt hier. Iedereen is nieuwsgierig natuurlijk. Daar zijn al die mensen voor in de server, die willen allemaal kijken wat de surprise is en die helemaal gek in het rond te lopen. Zo mooi. Ik ga met speed 1, ga ik gewoon rustig en gemak naar het volgende cadeautje. Ben je er blij mee, Tim? Hartstikke. Oh, mooi zo. Bedankt. Top. Oh, lief. De volgende is Leroy. Ja, mijn mannetje is er niet, helaas. Oh. Oh. Nee. Oh. Nou, dan gaan we door. De volgende is Irma. Irma. Het is degene die je hebt genomen. Mijn mannetje is er. Is die er? Oh. Een mannetje nog wel. Oké, okay, dus nou, er valt Robin af. Af? Ik ga naar Irma, dat is niet te missen hier. Irma. En mogen we met z'n allen naar binnen eerst? Of moet degene die je hebt genomen, moet die... die heb getrokken. Trokken. Dat maakt eigenlijk die... Nou, ik denk als diegene naar binnen gaat, dat hij het dan eigenlijk al weet. Oké, okay, ja. Nou, we moeten dan met z'n allen gezamenlijk dan? Neem ik aan? Dat denk ik. Dat kan. Oké. Okay. Waar moeten we doorheen? Door de mond? Door de mond. Oké. Okay. Ik weet al voor wie het is. Het is voor onze grote vriend de pluginmaker. Wat leuk. Die zegt Robin, lees voor. Oh, sorry. Ik had het al gelezen. Voor onze pompoen is het elke dag Halloween. Voor Robin prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Van de kerstdwaak. Dwaak. Ah, hij heeft een kerk opgemaakt. Leuk, Irma. Gezellig. Leuk. Wat vind je van Robin? Ja, dit is mijn slaapplaats. Hier slaap ik altijd. Echt ook. Gewoon op de begraafplaats. Geen ketel hier. Begraafplaats. Oh, wauw. Ziet er wel creepy uit, joh. Maar wel heel gaaf. Helemaal niet stijl, ja. Oh, ik zit vast in een kopweb. Heel vervelend. En er was nog een gebouwtje. Was daar nog iets in te vinden voor Robin? Eigenlijk moet Robin dat zelf ontdekken natuurlijk. Ja, ik zelf moet dat kijken. Zelf ontdekken. Robin, ga in het gebouw. Ik, ja, ik zit vast in een kopweb. Wacht even. Leuk, die pompoen is wel echt creepy gedaan, joh. Misschien een idee voor de volgend jaar de pompoen in ons park. Ik vind het nog best wel detailvol, joh. Moet je kijken. Gewoon allemaal NPC's van mij. Hij ziet er echt creepy uit. Hier, Robin, ga erin. Ja. Ik mag niet, jij hebt een paswoord. Oeh, ik durf niet, hè? Jij mag eerst. Dan maar. Oeh, echt, wat eng. Ook S2.0. Oh, wauw. En een leuk klein oventje, of een, hoe noem je dat? Zo'n open haartje? Ja. Oh, wat leuk gedaan, Emma. Dankjewel. En dan, ik werk echt nooit met itemframes. Jullie werken altijd met itemframes. Dat is zo apart. Ik doe dat echt nooit. Ik weet niet of ik nou vergeet of dat ik... Het is wel detailvol, ja. Ik vergeet het gewoon altijd. Ja, echt misschien zit er nog wat in de pompoen zelf. Oh! Ja, moet hij hem maar slaan? Of, Oh, moet ik erop slaan? Wat moet ik doen? Misschien moet er wel wat we doen, hè? Ja. Aan de zijkant. Oh, aan de zijkant, oké. Okay. Moet ik slaan? Ik ga slaan. Of moet ik er doorheen tp'en? Mag jij weten. Je mag het gewest slaan, maar voor de bezoekers. Ik zou het even openmaken. Dan kan de mensen er ook in. Oh, dan moet ik niet met mijn kompas gaan slaan. Robin, alsjeblieft. Dacht ik, help hem even. Top moeilijk, hè. Net crew, die jongen. Net crew, ja. Schattig. Een sneeuwbal. Dus zo.
Nou. Wauw. Dat doen we goed, hoor. Nou ga je hem krijgen ook. Leuk gesproken, Irma. Ja. Hij is echt leuk. We gaan hem openen voor de bezoekers als Irma dat goed vindt. Hebben we goed keuring? Robin ook goed keuring? Ja, natuurlijk. Iedereen mag natuurlijk kijken. Zo. Ja, maar waar ben je? Kom maar eens even. Al die mensen. Ja, oh. Kijk hoeveel. Iedereen is nieuwsgierig. En ik vlieg zelf naar het volgende papiertje. Want we gaan nog iemand natuurlijk kijken wie we hebben ge... Wie de volgende gelukkig is, ga niet ervoor staan. Robin Dusty, die is er niet, dus die gaan we skippen dan dit keer. En we hebben nog een... Hebben we nou geen signs? We hebben geen papiertjes meer. We hebben ze iedereen gehad? We hebben... Ja! Oh, dat zou op. Kunnen, ja. Het is op. Oké. Okay. Dan weet ik dat er nog achterin iets staat van onze grote vriend. Dat kunnen we als afsluiting doen, want er komt nog zeker wel een video waarin we er andere mensen doen. Dan vergeet dat niet, maar er is nog iemand. Hier in het kanaal zit hij ook. Hij zit niet in het kanaal. En... Jawel hoor. Oh, ook zo. Ja, lastig. Ja. Okay, sorry, stomme switchrank. Dennis heeft iets gemaakt en voor de hele crew. Dus ik neem aan dat we daar met een kompas met z'n allen daarheen moeten. Dat is wel een beetje kruis. Ja, kan er zelf niet in. Jongens, ik had een nieuwe resource pack aan. En dan zie ik iets leuks. Wat ik eigenlijk nog niet mag zien. Dus ik ga dat even skippen. Ik knip dat uit mijn video. Dus zo. Ik stel ook even de andere resource pack in. Oh ja. NTP, want kan. Vergeet hem ook keer terug te doen, jongens. Wacht even. Doe ik het even vanaf buiten opnemen. Zo, we gaan hier. Ik zie al bloot bullet stok. Nou, dat is toch wel. Oh jee. Ik ben binnen. En ja. Ik kan zelf niet naar binnen. Ik. Ja, wacht, ik TP je wel, ja. Kom maar. Ja, oké. Okay. En ik ben heel benieuwd. Het ziet er heel erg gaaf uit. Er staat. Ik wens de Disney Crew een leuke kerst en een heel gelukkig nieuwjaar toe met groetjes, Dennis. Oh. Wat leuk. En Jens staat hier achter de balie. Is het een NPC of een... Of is het hem echt? Hallo? Hem echt hoor, ik ruik het al. Ja, ruik het, ja? Is het hem echt? Stinkbel, joh. Stinkbel. Stinkbel. Het ziet er wel gaaf uit, gedetailleerd, joh. Heel goed blok gebruikt en een berg gemaakt van sneeuw zie ik en leuke boomstammetjes, hè? Staan daar in de sneeuw opgebergd en hier kan je misschien wel koffie halen of zo of een chocomelletje of zo. Ja, chocomelkie. En hier zit zelfs een deurtje. Jens, wat kan ik bestellen bij jou? Friet. Nou, tof. Nou, dit is een leuke afsluiting en hier kun je nog even kijken. Zit hier nog wat achter? Een torch. Oh, wauw. En een kampvuurtje hebben we hier. En een leuk ijsbaantje waar Robbie op zit. Jongens, laten we de bezoekers naar binnen stromen. Ja, tuurlijk. Ja! Laten we komen. Invasie! Oh, yeah. Ik zal maar kijken, jongen. Een invasie. En de VIP's zijn verstandig, die gaan vliegen, dan kunnen ze tenminste niet zien. Jeetje, wat een hoop mensen. Nou ja, jammer, ik heb mijn cadeautje nog niet gehad. Ik ben heel benieuwd wie mij heeft. En ja, er zijn natuurlijk mensen die ook nog niet hun cadeautje hebben, maar er zit in één van deze surprises. En er zijn nog een paar gesloten, zoals die van Gio. We gaan nog even kijken welke gesloten zijn. Die van Erik is gesloten. Die van mij nog. Robben, van Leroy is gesloten. Best wel een hoop nog van Tim. Van Tim is gesloten. En deze in de hoek van ons grote vriend Pieter, die is ook nog gesloten. Wow. We hebben hier nog één, die is van Kevin, die is ook nog niet gesloten. En Leroy's cadeau is gesloten, als we alles hebben gehad hier. Ja. Dus we moeten nog bijna meer dan de helft. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Maar jullie kunnen dat alleen zien door de video's te kijken. Dus we gaan wachten totdat diegene komen om het op te nemen. Ik vond het heel gaaf. Zeker weten. Ik vond het echt een heel leuk idee. En op de parkeerplaats, je kan met warp kantoren kan je heel makkelijk naar deze plek komen. Warp surprises is er zelfs. Wauw. En dan kan jij de surprises kijken die nu al zijn geopend voor... En het funhuis van mij bijvoorbeeld, of Irma's enge Halloween godje. Of misschien wel, Mega grote bak kip curry. Ja, Robbie's friet paleis. En grote kip curry's bak staat hier. Dat is best wel spannend. Zullen we daar nog even naartoe gaan? Wessel is het niet, maar we kunnen wel alvast de surprise laten zien. Dit is de surprise van Wessel, ja. Oetwent, hè? Ja, maar drop het eruit zien. Kip carry, Oetwent. Joma. Surprise van Leroy voor Wessel. Oh, hij heeft Wessel ook een surprise gekregen. Ja. Een groot bak met kip carry salade. En zitten mensen in die kip carry. Ja. Kijk dan. Oh, al die naamplaatjes. Zal ik er even doorheen gaan? Je kan erin, ja. Kijk, het is echt druk hier. Ik volg Robbie gewoon. Oh, het zit hier helemaal vol. Ik zie helemaal niks, jongens. Ik wacht wel even. Nee, weg!
Ik zie niks. Ja, ik ben eruit. Is het echt een loopattractietje? Ja, het is een soort tolhofje. Oh joh. Ja, ik ga Robin niet volgen, dan loop ik de dood aan. Ik ben boven. Yeah, ik ben boven hoor. Is dat de goede kant op? Ja. Oh, mooi. Oh, wat stond daar? Er stond een sign. Tok. Tok. Oh, wat staat daar voor sign? Ooit al willen weten... Ik kan het niet lezen, jongens. Er staan zoveel mensen. Ooit al willen weten hoe het voelt om een bak pokerrysalade te zijn. Oh, dat is het inderdaad. Een hele mengelmoes. We zijn de mengelmoes van salade. Ja, we zijn eruit. Bak salade. Leuk, joh. Leuk gedaan, joh. Ik vind het heel lekker. Hallo! Hallo! We zijn nu met Erik. Hoi! En nou ja, Erik heeft wat leuks gedaan op mijn verjaardag. Ik ben vandaag jarig. Woe! Nou, zie ik er netjes uit, hè. Kijk, ik zie lang zal het inderdaad. Ik zie er een beetje netjes uit. Ik heb van Erik al gekregen al. Kijk. Een lege doos. Lag bij de vuilnis. Deze. Oh, zijn hoofd zit verkeerd. Wacht even. Je hebt hem nou al gesloopt. Dit poppetje, dat is een vinyl figure. Ik heb er nog één van, dat is deze. Dat is van Up. Oh, die zit ook op zijn kop. Zo. Twee poppen. Deze is van Pulp Fiction. Hè? Hij heet ook Vincent. Vincent Vega. Dus dat is echt tof. Hij heeft een beetje mijn haar, zei Erik ook. Super chattig. Ja, vooral nu moet je even omdraaien. Jouw hoofd even omdraaien. Ja, dan krijg je even mooi, ik ik heb er wel een beetje gel in. Een beetje ja, netjes. Dat voelde ik al. Ja, een beetje vettig is het. Hè? En we gaan vandaag wat gaafs doen. Ik heb er nog iets gekregen, Erik. Deze Marvel Zombies 3. Ik laat even wat zien eruit. Als het lukt, kijk eens. Gelijk op de goede bladzijde. Oh. Creepy. Dus en Erik heeft nog een cadeau. Dat had hij niet moeten doen, maar hij heeft het toch gedaan. En het hoort nou, bij me. Geef hem maar weer terug. Ja, jij hebt hem. Oh, ik heb hem nog aan. Ik weet niet waar die is. Jij hebt hem onder je bed verstopt. Onder mijn bed, ja. Ja, waar ligt het? Oh, jongen. Hij komt zo terug weer. Heb je hem nou? Ja, hier zo. Dit is hem. Dat is hem. Hij is er nu al blij mee. Nee, man, jij moet hem pakken. Oh. En het hoort dus bij de surprise van Erik aan mij, want ik wist niet dat Erik mij had getrokken. En nou, blijkbaar dus wel. Nou, dat klinkt wel heel erg flauw aan alle kant. Maar waar, ik moet jouw cadeautje zoeken, toch? Ja, klopt. Gaan we zoeken. Klopt. Waar zit je, Erik? Ik zit naast je. Nee, nee. Even kijken hoor. Gio, ja. Irma, mm-hmm. Jij hier volgens mij, hè? Of daar. Ja, ja. Dit hem? Ja, dat is hem. Oh. Dit is hem. Mag ik het openen? Want, mag ja, oké, okay, ik ga naar binnen. Nou kan het, nou kan het. Ik zou hem... Ja, hé. Hey. weg. Nee, jij. Ga weg, jij. Aarslag. Niet spieken, vruchtensamp. Hé, hey, wat doe jij nou hier? Ik mag nog wel door, hè? Ja, nu mag je wel door. Want het is moeten we heen, joh? Mag je uitpakken. Oh. Oh wee, wat is dit? De Fab 5. Nee! De Fab 5. Oh my god, je weet dat ik Beatles gek ben. Ja. Oh, en de zebrapad? Precies. Ja, bekende scène van de Beatles natuurlijk. En, ja, en de, wat is dat rode hier? Wat? Ja, dat was gewoon een beetje gek effect. Wat? Gewoon, Oh, wat apart? Hé, hoe kan dat rood zijn dan? Is dat lava? Ja. Echt waar? Ik wist niet dat het rood druppelde, joh. Het is gewoon grappig, lava boven en water. Even kijken hoor. Krijg je van alles. Fab 5. Oh, wat gaaf. Oh, en hier zit nog wat in. Nog een cadeau in het cadeau. Twee cadeaus. Dat is een beetje een Minecraft cadeau, hè. Nu, oh, mag ik niet uitpakken? Dit mag je uitpakken. Oh, ja, breek maar open. Oké. Okay. Vanaf deze kant. Vanaf die kant. Ja, dat blauwe dingetje. Oké. Okay. Gaan we hoor. Mm-hmm. Een nieuw drumstel. Oh, drumsticks. Wat gaaf. En nou ben ik heel benieuwd, want Erik heeft dus een cadeautje en dat cadeautje hoort bij deze. Ik ga nou even kijken wat er nog is. Je hebt wolken of wat zijn het? Ja, de wolken. Effect, ja. Want het regent natuurlijk, hè. Oh, gaaf, joh. Fab 5, ik vind het wel een heel leuk plaatje. En nou komt het grote moment. Je hebt een hoedje op, blijf zo zitten. Zo, kijk. Je hebt Winnie de Pooh op je hoofd. Ah, oké. Okay. Dat terzijde. En ik ben benieuwd. Ja, en nu het echte... Ja, want Erik zei van, je moet later hier pakken. Of we doen later surprise. Ik denk, Erik is er nu toch bij. Dat is leuk als we nu even opnemen in de video. Hoort er wel bij, hè? Dus ik ben heel benieuwd. Bij surprise hoort natuurlijk een echt cadeautje. Die hoort bij het surprise'tje. Prettige kerstfeest. Nou, dankjewel. Is die voor kerst? Ja, deze is dan voor kerst. Dus mag je nou openmaken. Okay. Want het is van de surprise, ja, van de kerst. En ga maar door. Ik ben benieuwd. En dat heeft hier mee te maken, hè? Met wat je zojuist gezien hebt, hè. Dat tromgeroffel.
Oh, wat gaaf! Holy crap, mensen, kijk hier! Oh, die zijn gaaf. De begindaar Ringo hier. De oude, de oude drummer misschien nog wel. Die de zelfs. Oude nog wel, ja. Oh, wat gaaf. En Ringo met zijn grote neus. Oh, Ringo is dit, ja, ja, ja. En Paul. En dan ken je de, ook weer het zebrapad. Ja, het zebrapad, ja, tuurlijk. Oh, joh. Ik dacht, je keek naar de schrijver, maar ik ken die niet. Ja, Beloon, nee, Beloon. Ja. Oh, kijk nou. En hun erachteraan. Oh, wat gaaf, joh. Even in het begin. Ik ga het niet helemaal voorlezen hoor, maar er staat hier: er was zet je gsm uit en ga lekker lang uit liggen, want het boek dat je in je handen hebt lijkt allemaal maar op een stripalbum. Eigenlijk is het een hoegenaamd, is het hoegenaamd geen strip, maar een graphic novel en toch minstens een novelle. Hopelijk behandel je het dan ook met het respect dat het dubbel en dwars verdient. Oh, nou dat is leuk gezegd. Dat worden lastige uren, want je moet je mobiel uitzetten. Oh jee, oh, het is echt een hele... Lekker rust. Wat gaaf, het is echt een hele strip gewoon, hè. Ja, we weten, Erik is echt van de strips. En die zit mij nou een beetje gek te maken, ja, met strips. Ja, een beetje wel, hè. Ik ga er nu ook wel meer in verdiepen, eigenlijk. Oh, wat gaaf. Ik ben... Nou, hij is uit. Nou, ja. Dat ging tot, snel. Geen conclusie. Nee, maar ik ga dit op gemak lezen, hoor. Echt heel cool. Echt super bedankt. Ik ga een hand geven hier. Dit is bewijs, hè. Een hand. Nee, tof. Maar ik wil hem graag weer terug. Ja. Gaaf, joh. Oh, een mooi cadeau, jongens. Nou, nou. Mensen, nou bedankt voor het kijken. En God, dat is zo mooi. Dames en heren, we zijn natuurlijk verder gegaan. En we hebben nog een paar namen die we hier hebben. En dat zijn onder andere Tim, Robbe, Gio, Kevin, Pieter. Erik hebben we gehad, Leroy en Robin. Maar die heeft niks gedaan. Gemaakt in ieder geval. Maar we kunnen wel, we gaan gewoon het rijtje af. We gaan de cadeaus openen die nog geopend moeten worden. En voor deze, dit cadeau waar we beginnen met Leroy, hebben wij een iets speciaals nodig, Leroy. En wat is dat? Een resource pack, hè, geloof ik, hè? Ik heb in een complot met Wessel heb ik een resource pack gemaakt. En het doet helemaal niet zoveel. Het heeft één extra toevoeging. En die gaat zorgen voor een leuke draai aan de surprise. Oh god, ik zie hem wel aankomen. Dus, ik denk dat Kevin hem al aan ziet komen. Ja. Ik nou dubbel? Ah! Nee. Nee, je hebt dubbel glas om je hoofd, Gio. Glas, ja. Dat is dubbel glas. Nou, ja, moet ik met de kompas er al doorheen? Jij gaat instructies geven, want mijn audio staat uit, dat moes, hè, voor jou, van jou. Waar moet ik heen? Je mag nu je master volume op 100 zetten. Oké. Okay. Of in elk geval, je master volume mag je nu aanzetten. Oké, okay. En dan staat aan? Mag je naar binnen. Oké, okay, ik ga naar binnen, let op. Ik sta in... Oh, god, nee. Waar ben ik? Waar ben ik? Wat hoor ik? En wist de aardbeving mag ook naar binnen? Want die is er nog niet, wat, zie ik. Wat is dit? Oké, okay, waar moet ik kijken? Waar moet ik beginnen? Kusin, ga naar binnen. Ga naar binnen. Hup, 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 hup. Audio aan 100%, hè? Oké, okay, je audio kan aan. Ja, okay, dat heb ik. En dan heb ik als eerste een challenge voor je. En dat is een beetje om te weten hoe wij ons voelen. Dus jij mag deze knop indrukken. Hij moet eerst dit lezen, of niet? Of nee, nog niet. Hij moet deze knop indrukken en tijdens... Wat er gebeurt, moet hij het gedicht voorlezen. Oké. Okay. Oh, staat iedereen zijn geluid aan? Ja, okay. Eerst op de knop. Oké, okay, dus wanneer je daar op klikt, lezen. Kevin, dan daarna hier zet je gedicht, hè? Oké. Okay. Ja. Narazen. Beste Kevin. Narazen. Ik ken het goed. Je zusje kijkt graag naar zo'n knol. En haar gezeur stijgt naar je bol. Ik dacht dat ik geef je een groot paling. Voor juist Narazen. Iemand met een heel Narazen. Veel herhaling. Narazen. Daarom zit je aan ga je vaak op de narazentak. In de kist vind je nog wat zo. Wat van dat zooi en hopelijk vond je mijn cadeau mooi. Dit gedicht staat nergens op, maar hopelijk vond je hem helemaal top. Ik heb nog weinig ruimte op deze muur. Als ik bijbouw, wordt het veel te duur. Ik bedank je voor je inzet en natuurlijk die dosis pret. Ik zag hem aankomen gewoon, hè. Dat was best wel, dat was best wel moeilijk, hè. Ga dat is hij! Wat eruit! Ik wil kijken wat dat was. En die kist! Epis dino zwaard.
Nerazen. Cadeautjes voor Kevin. Nerazen. In de kist. Nerazen. Nerazen. Jens, Wessel, Robin, Tim. Als je het goed vindt, zet de friendly creatures even uit op nul. Zo, en nu we Leroy's cadeau hebben gehad, gaan we naar de volgende. En dat is van deze meneer. En dat is Jens. Of nee? Ja, is het? Ja. Is het? Ja. Dat is Jens. Ja? Maar die is okay. Oh, die heeft een ingang of zo? Die is open. Dat is niet de ingang naar die deuren. Of was die van jou? Oh, je hebt verkeerd. Dat was eigenlijk van Leroy, maar Leroy is aan de andere kant. Oké. Dus die deur kunnen we beter weghalen dan of zo. Dan is het zo. Dan weten we dan. Prima. Dan gaan we naar de volgende. Nou, die Gio hebben we gehad natuurlijk. Toch? We hebben jou gehad. Hebben we die gehad? Nee. Nee. Maar mijn shot is er niet. We hebben jou niet gehad? Oh, sorry. Nee. Joh. Nou, dan gaan we. Ja, nou ja, dan openen we hem toch? Mijn aapje is er niet. Voor wie heb je hem gemaakt? Voor Robben. Oh. Nou, Robben, als je dit flamingo ziet, is er niet. Zullen we hem openen? Ja, flamingo. Hoor. Zie jij het volgende? Oh. Ik ga met de kompas inderdaad. Dat is plechtig. Oh. Nou. Robben, ik ben geen held in bouwen. Maar voor jou zal ik er toch een feest van maken. Ik hoop dat je erg fijne kerst beleeft. En geniet van mijn cadeautje voor jou. Welkom in Flamingo Park. Woehoe! Leuk. Ik heb je nog geholpen met de bergjes. Ja, ik zie het. Belske. En er staan, hij heeft een flamingo park gemaakt inderdaad. Kijk eens, want hij is gewoon gek. En een Flappy Bird. Wat... Ja, maar dat is François. Oh, dat is een pakietje. Wat schattig. Ja. Hij ontvangt altijd op de WhatsApp pakietenfoto's. Ja, en video's dat het beest weer rondvliegt of dingen lopen te doen. Dus ik dacht, nou, dan maak ik gewoon een grote François voor. Oh, en kijk dan, er staat ook een kist hier, Gio, hè? Wat zit daar in, Gio? Maar volgens mij heb jij die net neergezet, man. Nee. Hey, wat is dit? Is het een raas? Oké, prima. Smoke weed every day, heel tof. Nou, ik vind hem leuk. Leren wat vind jij ervan? Leuk, toch? Kevin, wat vind jij ervan? Leuk? Kenzo? En jij ook? Oké, tof. Gaan we door. En dan gaan we openen voor het publiek. Die hebben we nog meer niet gehad. Nou, dan gaan we de lijst langs. Dus even kijken. Nou, we hebben Irma. Die hebben we gehad met de pompoen. Toen hadden we de Robin. Die hebben we ook gehad met zijn achtbaan. Dan hebben we Erik. Maar die hebben jullie nog niet gezien. Of wel? Jawel. Oh ja, die hebben we gezien, ja. Tof. Hier. Dan de volgende. Dat is... Even kijken. Blablabla. Is dat niet aan de overkant hier? Even kijken wie er aan de overkant is. Ja, dat is en mijn aapje is er ook niet. En wie is jouw aapje? Pieter. Oh. Hij heeft hem voor Pieter gemaakt. Ik ga een kompas. Dan gaan we er doorheen. Let op. Plop. En dan komen we bij een draad. En dat ziet er eng uit. Oh ja. Mogen we daar doorheen? Ja. Oh, we gaan doorheen. Het is een crime scene investigation. Ik ben heel benieuwd. Oh, helemaal gevuld hier. En cadeautjes. Hmm. Waarom zit hij niet vol? Waarom zit hij niet vol? Waarom komt er niks uit? Oh, er moest iets gebeuren geloof ik, maar het zijn allemaal kleine cadeautjes bij elkaar. En even kijken of ik het kan zien. Een taart staat hier. En er staat hier een, even kijken, staat erbij. Oh, een cupcake. Oh, leuk. Oh. En je hebt hier een rode, wat is het? Een redstone, wat houdt het in dit? Grote rode? Een redstone dingetje? Hij is met de redstone. Ja. Oh ja. En dan marsepein een boompje. Oh, natuurlijk moet dat hij aan het bakken. Bakkerij is natuurlijk. Bakkerij. Kun je er nog wat in doen? Nee. En hier, wat staat hier nog meer? Je gedicht. Eerst je gedicht lezen. Cadeautje voor Pieter. En dat is bovenop. Oh, dat zit hierin. In. Mag ik hem pakken? Ja hoor. Kunnen de kijkers kijken? voor Pieter van Santa. Er staat niks in geschreven. Nee, maar daar heb ik dit voor. Zo, mag ik hem voorlezen? Okay. Ja hoor. Sint en Piet zaten te denken wat ze Pieter nu eens zullen schenken. Sinterklaas is weer in het land en dat bevestigt de vriendschapsband.
Dit is een cadeau dat precies bij jou past. Sint hoopt dat hij je daar blij mee verrast. Sint staat bekend om zijn goede smaak en geschenken uitzoeken is zijn belangrijkste taak. Bij dit geschenk wil Sint nog even kwijt dat je voortaan heel voorzichtig rijdt. Ook al is de Sint heel erg oud, weet dat hij veel van Pieter houdt. Dit gedicht is bijna uit. Als dichter verschoot ik al mijn kruid. Dit is het cadeau waar je op zit te wachten. Zat te wachten, pak het maar uit, dan hoef je niet langer te smachten. Groeten Sinterpiet. Je weet dat we dit voor de kerst deden? Ja! Ja. Nee, ik heb ook op die site gelezen. Oh! Ja. Echt? Nee, oh, taartje. Ik pak een taartje uit, sorry. Leuk gedicht. Ik vind hem leuk gedaan, Kevin. Ja, ja. Netjes, dat is toch origineel? Ik heb dat nog niet eerder gehoord, zo'n gedichtje. Nee, nooit. En hier zit nog iets, een bonbon. Mag ik die uitpakken of is het gewoon een... Gewoon een bonbon. Gewoon een random bonbon. Ja, ik vind het tof. Gaan we door naar de volgende? Gaan we hem openen voor de rest? We doen? Ja, tuurlijk. Ja, zo. Daar komen ze. En grap is natuurlijk bij. En kijk, een Sting Machine Girl. Oh. En een rendiertje is er. En een Kane. En een Coaster Freak en Dizzy. De volgende is voor... Dan gaan we even door. En ik moet de andere kant op. Van Tim dit, hè? Dit hele grote rare bamboe ding. Want je wordt soms verleid aan de buitenkant. Misschien is het wel iets heel anders in de binnenkant. Het is wel heel lelijk, je weet het niet. Ja, nou ja, daar gaan we niet vanuit, toch? Ik maak even plek in mijn inventory, want misschien moeten we wel wat dingen krijgen dadelijk. En ik ga er binnen en dan zeggen wij van plop. 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 Beste plop. Erik. Oh, dus Tim had Erik. Beste Erik, hierbij wens ik jou een prachtige kerst en een spetterend 2014 van Tim. En gaan we een trap op. Pitscrew Oli. Die staat hier al een jaar. Oh, wat gaaf. Kijk nou. Gaaf dit, hè? Leuk, hij heeft een Formule 1 race. Dat zal hij waarderen, jongens. Ja, dan gaat dat hij zelf ook binnenkort. Ja, dat zal hij gaaf vinden, dit. Ik vind het heel tof. Ik vind het een heel leuk cadeautje. Wauw. Ook met poppetjes erin. Superleuk. Ja, Tim heeft het leuk gedaan. Ja, ze zijn allebei doodgereden, zo te zien. Ja, allebei dood, ja? Ja, ja, ja. Ja, we gaan hem snel openen voor de mensen. Voor de rest niet veel tekst of... Ja, gewoon simpel, maar gewoon hartstikke leuk. En echt wat hij ook leuk vindt. En dan openen we de deurtjes. Kijk, iedereen staat te schuiven, ze willen allemaal naar binnen. Zelfs een... Hé, hey, Kenzo, het is jouw vriendinnetje. Zit je, roze skin. Wat lief. Klopt dat? Een roze. Wie? Waar? Elburgertje Brit. Wat heb je in je hand nou, Kenzo? Wat had jij in je hand, Leroy? Net? Wat is dat nou in je hand? Oh, een bakje curry. Kijk eens kijken. Sta stil. Dat is voor weg. Prachtig, kijk nou. Een bakje curry. Schitterend. Dan gaan we naar een van de laatste. Voor mij hebben we er zelfs nog twee hier op de hoek. En, nog eentje. Echt de allerlaatste. En die was gebouwd van Pieter. En Pieter is geen bouwer echt. Dus ik ben echt heel benieuwd wat hij heeft gedaan. En hopelijk kunnen we ook bekend maken wie die heeft getrokken met de loodjes. We gaan naar buiten en het ziet er heel gezellig uit. Heel erg kerstfeer. Koeien, mensen die melk maken. Een Xbox One. Alleen Roy mag hierop klikken. Is dit voor Roy? Hoor wat die koeien zeggen. Hoor wat die koeien zeggen. Hoe doe ik dat? Je friendly creatures weer aanzetten. Nee, oh god. Daar gaan ze. Hier mag ik niet aan zitten, jongens. Dat mag alleen Roy doen. Het zijn namelijk codes. Ik heb het gecensureerd, dus jullie zien hier. Codes om een spelletje te kunnen activeren met Xbox. Pieter heeft dus spelletjes gekocht voor Roy. Voor de Xbox. Hij heeft wel leuk gedaan. Leuk versierd. We hebben redstone hier geactiveerd. Ik weet niet of het wat doet. Het is versiering. Ik denk gewoon lampjes. Gewoon ja, kerstlampjes. Dus Roy... Zie dat hoofd hier. Zie die dikke neus. Een dikke neus. Waar zo? We gooien er wat kips in. Mensen, natuurlijk hoor bij deze kerst ook deze prachtige taart. Zoals jullie zien hier. Nou mensen, dit waren alle surprises. Ik wil alle medewerkers en gewoon eigenlijk wel iedereen bedanken voor deze geweldige dagen. En dat we met de hele crew dit hebben opgezet. En het idee kwam van... Leroy toch? Ja, surprises, ja. Want dat was eigenlijk voor Sinterklaas bedoeld. Maar toen hebben we verschoven naar kerst. Voor we maken kerstsurprises. We gaan dit volgend jaar nog groter en leuker aanpakken. En we hebben alle cadeaus gezien. Je kan de cadeaus ook zeker allemaal gaan kijken op dit plein. Het was een heel lange video.
Maar ik hoop dat jullie het wel naar je zin hebben gehad. En ik hoop dat jullie het ook kerst bij ons gaan vieren. En ook natuurlijk na afloop, na de kerst, dat jullie gewoon nog terugkomen bij ons in de server. Want misschien hebben we wel leuke presents voor jullie. Of misschien wel nieuwe attracties. Je weet het niet. Dus kom zeker even te kijken. En nou ja, goed. Dat zeker, Marie. Dat zeker. Dat zeker. Geniet ze, mensen, als je een lekker taartje hebt of zo. Of je gaat lekker eten. Of je hebt al gegeten, want dit is wat iets later geüpload. Dan bon appetit, hè? Doei! Doei! Ik heb curry voor Wessel.